Persingen. Persingen staat bekend als het kleinste kerkdorp van Nederland. Het heeft ongeveer 100 inwoners. Als je hier zomaar zou rondrijden, zou je bijna niet verwachten dat het ooit groter is geweest. Toch was het zo. Een gedeelte van Persingen lag over een dijk, de zogenaamde Cirkel van Ooij. Veel woningen stonden in een gebied dat gevoelig was voor overstromingen. Dit noodlot trof Persingen in 1809. Er kwam een enorme hoeveelheid water vanuit de Biesbos deze kant op. De dijken bleken er niet tegen bestand. Het water gutste naar binnen en Persingen werd verzwolgen door de ongenadige vloedgolven. De kerk en een paar woningen stonden wat hoger, waardoor deze niet werden getroffen door het water. En dus is Persingen tegenwoordig nog maar een heel klein dorpje, met een paar boerderijen en inderdaad de kerk. Het laatgotische kerkje dateert uit 1267 en krijgt rond 1420 haar huidige vorm. De toren, eerst plat, werd toen verhoogd en voorzien van een ranke spits. De dubbele rij muizentanden en galmgaten wijzen hierop. Je ziet hier zwarte ruiten. Deze stenen werden door de vrijmetselaars gebruikt voor hun magische tekens. Deze ruiten zijn Germaans-Frankische symbolen voor vrouwelijkheid en afstamming. Ook zie je hier een varken in de muur. Als de metselaar niet horizontaal gewerkt heeft, brengt men een toelopende rij stenen aan die het herstelt. En let hier eens op, dit raam heeft 6 kleine raampjes, de overige 5. Dit is niet per ongeluk gebeurd, maar is bewust gedaan omdat de kerk is opgedragen aan de heilige Dionysius. Het inmiddels in onbruik geraakte kerkje bood in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan 106 TBC-patiënten afkomstig van Sanatorium Calorama. En wist je dat sinds 2008 in de kerk het beeldje staat van Sint Joris, de patroonheilige van de scouts? In 2016 is de kerk gerenoveerd. En als er geen gekke dingen gebeuren, dan kan Persingen de toekomst weer aan. Persingen wel!